Ja. We gaan live, want ik ga eventjes weer kletsen met Leonie Linsen. Over het hele van de Narcistische Hond. Superleuk thema, altijd om op zondagmorgen even over te kletsen. Anyway, als je dit net kijkt, we zijn echt al een half uur bezig om te proberen live te gaan. Maar het lukte helemaal niet, dus we proberen het nu even hier. So be a little bit patient. Ja, Leonie kijkt. Dus dan ga ik Leonie nu uitnodigen. Ja, nu gaat hij in één keer werken. Oké? Promised, promised. Oké. Leonie, ik voeg jou toe. 3, 2, 1. Je wordt toegevoegd. Badum, badum. Kijk, en het lukt. Hoor je? Awesome. Het lukt hier. We doen het. Lukt. Ik hoor je, geweldig. Oh my god, super weird. Ik dacht nog even, misschien komt het omdat ik kreeg net een melding op mijn telefoon dat ik me dat ik hem rechtop moet houden. Ja. Heb jij dat nu ook? Ja, ik hou hem rechtop, want anders doet hij het niet. Oh, dat had jij net wel ook. Oké, ik had hem ook. Ja. Nee. Techniek, techniek, techniek. We zijn er. En... We zijn er. Awesome. Heel fijn, heel fijn. Ik heb net onwijs genoten van jouw sexy soul tribe Sunday morning ritual. Ik dacht, ik ga eens even lekker kijken. Ik zat in de tuin en ja, het was echt zo fijn. En die meditatie was echt... Ik dacht, god ja, dat is toch wel leuk hoe ik mijn huis eigenlijk meeneem. Want ik heb zo'n... Ik kreeg in de meditatie zo'n visioen van... Ja, leg je leven maar in de hand van God. En ik heb zo'n heel mooi beeldje... Van een hand met een engeltje waar zo'n babytje dan in die hand rust. En ja, die had ik echt een andere plek gegeven voordat ik mijn huis verliet. Want nou ja, misschien weet niet iedereen het, maar ik heb dus mijn huis verlaten. Omdat ik een psychotische buurman heb die zo tekeer gaat. En ja, mijn lijf protesteert op het moment, die verdraagt het gewoon niet meer. Deze agressie en deze... Deze haat en de energie. Mijn lijf protesteert tegen alles. Dus ik zit nu voor een weekje in het huis van mijn ex-liefje. Dus ik zit in zijn kamer met al mijn spulletjes die ik heel goed ken. Dus ik voel me toch een beetje thuis. Want ik heb echt een hele fijne relatie met hem gehad. Dus ja, dat... En daarom ben ik hier. En nu luister, nu heb ik het met jou. Nu ben ik met jou. Nu ben ik bij. Okay. Ja, voor degenen die niet weten, ik doe dus elke zondagmorgen een livestream in de Sexy Soul Tribe. En het was super fijn ook dat je erbij was. Want jou, ik zat zo die meditatie te doen. Af en toe speak ik dan even naar de comments. En toen las ik jouw comments over wat er gebeurde. Dan dacht ik, oh ja, dat. Dus dat was echt super fijne connectie samen. Ja, ja, ja. En dat is zo mooi. Als je hooggevoelig bent, dan kan je dus... Ja, ook heel fijn de positieve vibes van elkaar opvangen. Ja. En kan je echt co-creëren. En zo voelde dat ook. Dus ja, ik ben ook heel blij dat je mee gaat doen aan de training. Ja. En ja, we zijn met drie trainers. En op zondagmiddag komt Wies dan nog een ademsessie geven. Maar Marielle doet ook mee. En Marielle is een collega-coach die heel veel ervaring heeft in de begeleiding van mensen die dus hebben gerelateerd met iemand met narcistisch gedrag of ouders hebben die narcistisch waren. En ja, zij werkt ook echt op een hele bijzondere wijze. En ja, ik voel echt, het wordt een training waarin, ja, Marielle doet de aftrap, dan volg ik. En ik weet gewoon dat ik met jou af en toe, ja, zullen we ook samen gewoon dingen dat we voelen van, dit is wat we gaan doen. En ja, in die zin heb ik ook niet het programma soort van klaar. Ik weet dat er elementen gaan voorkomen, gaan gebeuren over die heling. En ik vond het ook heel mooi in die Sexy Soul Tribe, wat er gebeurde vanochtend, dat jij het zo had over de uiterste. En dat is precies ook waar het over gaat. Hè? Je bent dader, je bent slachtoffer. Ik voel me nu het slachtoffer van mijn buurman. Hè? Die kan ik in deze situatie zien als dader. En tegelijkertijd word ik vanuit het goddelijke, iedere keer in mijn trauma intensis, word ik uitgenodigd om in de huid van de daderrol, van de mannelijke daderrol te kruipen, om te ervaren wat hij dan voelt. Dus ja, toen hij van de week ontplofte in de werkelijkheid, hij had ruzie met de overbuurman. Ik was toen niet thuis, want ik was in een opstelling. En toen mocht ik in dat traumadeel kruipen van de man die dus helemaal afgesloten is, die dus helemaal agressief is, die dus denkt, oh fijn dat jij mijn emoties draagt, oh fijn dat jij mijn angsten voelt, oh fijn dat jij mijn boosheid draagt, want dan hoef ik het niet te doen. Dus ik voel alleen maar één grote onverschilligheid
En ja, dat was zo grappig. Er was een tekening op de muur en ik draaide me weg van alle mensen uit de opstelling. En daar stond een godin getekend met twee hele mooie. Ja, het is een hele mooie schildering van een godin met volle borsten. En ik keek alleen maar als man zijnde naar die borsten. En ik dacht, ik wil neuken, ik wil alleen maar neuken. Ik moest zo lachen toen ik dat ervoer. Want ik dacht, maar ja, weet je, dit is echt zo bizar om je zo te verplaatsen in anderen. Maar ja, goed, dat is ook de kracht van de vrouw, denk ik, hè? Om zo je te kunnen verbinden met alles en iedereen. En zelfs met zo'n man die dus eigenlijk zich helemaal afgesloten voelt van alles en iedereen. En ja, daaronder natuurlijk de eenzaamheid tegenkomt. Ja. Ja, ik dacht, ik onderbreek je even, want het is echt super mooi wat je deelt. Maar volgens mij, ik weet ook niet of mensen weten waar we het überhaupt over hebben. Misschien zien we allemaal hartjes in het Ik pakken. denk dat dit ook te maken heeft Maar met even, narcistische wond. maar mag ik even een verklaring Ja? geven? Ik doe even Ja? Onderbreek. Vul aan. een inleidingje voor wie het niet weet, die net inkomen checken misschien. Ik ben dus even in gesprek met Leonie Linssen, omdat Leonie ze aanstaande zaterdag, zondag, of vrijdag ook al. Vrijdag, zaterdag, Ja, zondag. vrijdag, zaterdag, zondag een training geeft over het helen van de narcistische wond. En daar gaan we nu dus even over kletsen. Dus dat je dat weet, dat we daarover hebben. Maar ook, we hebben hier al een hele video over gemaakt, een livestream over gedaan. Die je ook even kan kijken ter inspiratie van wat is eigenlijk de narcistische wond? Waar hebben we het eigenlijk over? Dus misschien Staat ook op YouTube, ja. ja, precies. Misschien kunnen we, voordat we helemaal erin duiken, kort even een inleidingje doen van waar gaat het over? Wat is een narcistische wond? Ja, wat is een narcistische wond? Ik vind het best lastig om dat uit te leggen. Ik denk dat een narcistische wond is een wond die ontstaat als jij vanuit het gevoel van onvoorwaardelijke liefde, hè, van enorme grote liefde die je voor iemand voelt. En eigenlijk doe je dat als kind voor je ouders, hè. Je bent als kind uit je ouders geboren, dus jouw liefde is onvoorwaardelijk. En als je dan op latere leeftijd een partner tegenkomt bij wie je dat gevoel van die onvoorwaardelijke liefde zo ervaart, Ja. als je in zijn of haar ogen kijkt, dat de wereld oplost, dat alles één wordt en waarvan je het gevoel hebt van er staat niks meer tussen jou en mij in en alles is open en transparant en je vergeeft diens fouten al nog voordat ze gemaakt zijn. Dus ja, die onvoorwaardelijkheid, die ervaar je dan bij die partner. En dan gebeuren er dingen in het leven en in de relatie die eigenlijk op menselijk niveau niet gezond zijn. Dus je ervaart die goddelijkheid, je ervaart dat hele grote, maar we zijn ook gewoon mensen in een 3D-wereld met een eigen unieke behoefte, een eigen persoonlijkheid die bepaalde dingen verlangt, die bepaalde verlangens en behoeften heeft. En ja, als daar dingen in misgaan en je gaat steeds maar vanuit die onvoorwaardelijkheid alles geven, dat je eigenlijk ja, een soort van grenzeloos wordt, wat een heel fijn proces is, omdat je door de dingen, de heftigheid die er gebeurt in die relatie, word je gedwongen om naar binnen te gaan en word je ook gedwongen om oude wonden van vroeger, die pijn op dat moment veroorzaken en spiegelen, om die aan te kijken en om die te doorleven en om die te helen en om die te verzachten en om die oude pijn van toen te scheiden van de pijn die je nu ervaart in de relatie. En dat is het mooie van die relatie. En tegelijkertijd, ja, word je ook uitgenodigd om grenzen toch op een gegeven moment te stellen. En je eigen menselijke unieke ikje te zeggen, ja, sorry, maar nu kan het niet meer. En dus zo'n narcistische wond, die zorgt vaak ook voor relaties met heel veel aantrekken en afstoten. En met periodes van alleen zijn om je wonden weer te likken. Om weer te kijken van, hé, hoe kan ik zelf weer sterker worden? En voor mij gaat het ook heel erg over de uiterste van daderschap, slachtofferschap en redderschap. Dat is de dramadriehoek. Die kennen heel veel mensen wel in relaties en in therapieland wordt die ook veel gebruikt. En ja, door de relatie met mijn zielsgeliefde, want ja, zo voelt dat gewoon wel, heb ik ook andere rollen mogen creëren, ervaren, die zorgen dat je uit het drama kan stappen. Dus de creator, de krijger, die gaat niet aanvallen, maar die zegt de waarheid en die blijft in verbinding met zichzelf, met de ander. En ook de adelaar, hè, dus even afstand nemen en vanuit grote hoogte naar jezelf en naar de situatie kijken.
Ja, en dat zijn dingen die helpen. Maar het gaat uiteindelijk om dat je je weet te verbinden met al die rollen. Ook met je daderschap, ook met je slachtofferschap, ook met je redderschap. Maar dat je er niet meer in vast blijft zitten, dat je eruit kan stappen. Nou ja, en zelf zit ik in mijn persoonlijke leven dus nu in een rol waarin ik echt, ja, me echt slachtoffer voel. En ik echt voel van heel mijn lijf, heel mijn wezen protesteert van nee, ik wil echt een huis waarin ik me veilig kan voelen, waarin ik niet. Continu hoeft te voelen van oh god, wanneer komt er weer een explosie? En ik zit nu in een jurk, maar ik heb de afgelopen weken echt alleen maar broeken gedragen, omdat ik dacht van ja, maar dadelijk ontploft die en dan moet ik misschien gaan vechten en dan kan ik beter in een broek dan in een jurk. Ja, dat zijn hele, en dat is allemaal onbewust, maar nu ik hier ben in dit andere huis, ja, voel ik weer van oh ja, ik heb zin om mijn jurk aan te doen. En nu voel ik, nu het hier veilig is, want hier is geen enge buurman, zeg maar. Ja, nu voel ik van oh, dat was de reden dat ik die broek aandeed. Weet je, dat zijn hele kleine onbewuste angsten die dan toch spelen. En Dus ja, en toch hoop ik hoe je dat deze het man dat hij hulp krijgt en dat ik hem de hulp kan bieden. Dus ik zit nu weer te denken of ik hem niet een brief zal schrijven, weet je. Ja, maar dus voor wie het dat niet heeft gevolgd, Ja. je hebt nu een buurman die agressief is en psychotiek. Dus dat is ook wel heel mooi. Zo altijd. Dat is al 7 jaar zo. Ja, of het is niet mooi, maar het is ook heftig. Maar in de aanloop naar zo'n training, dus het hele van de narcistische wond en het hele voorbij daderschap en slachtofferschap, Ja. inderdaad zelf nu ook weer altijd als we een training geven, mogen we zelf ook lekker weer door dat proces. Altijd, tuurlijk, Dat je tuurlijk. precies Alles is in verbonden. zo'n situatie zit waarin je zelf dus ook gewoon werkelijk slachtoffer bent. En dus die helende beweging, en dat is ook zo mooi, dus aan het opstellingenwerk wat jij ook doet, is dat we ook die andere kant mogen gaan ervaren en juist, wat ik net vertelde, in dat daderschap mogen gaan staan. En Ja. voelen van hoe is het om die ander te zijn, in plaats van dus die ander helemaal te verwijten en te veroordelen. Ook te Ja. zoeken naar waar is dat deel in mij dat agressief en psychotisch is. En hoe voelt dat? En dan, wat ik altijd heel bijzonder vind, ook aan opstellingenwerk, is dat ik kan het dus ook gewoon in mijn huis doen met mezelf. Weet je, met gewoon kussentjes. En dat als ik dan in de rol van die ander ga zitten, dat het ook zo bijzonder is om naar mijzelf te kijken. En te zien wat het gedrag wat ik doe. Dus zoals in die narcistische wonddynamiek. Die onvoorwaardelijke liefde en die grenzeloosheid en alles maar omarmen en liefhebben. Dat is echt super interessant vanaf die andere kant. Echt zo, daar raak je Ja, niet toen ik voor. in die man zat, in dat traumadeel van die man, en ik keek naar mijn collega die die opstelling deed met al die vrouwen, en ik zag al die tranen en al die emoties, en ik dacht echt van, oh, dat gedoe, wat saai. Weet je, als je je niet kan verbinden, dan kan je dat alleen maar afkeuren. Dan zit je ernaar te kijken en denk je, nou, ik ga wat anders doen, dit is gewoon niet spannend, dit is niet leuk, dit is saai, dit zout, opzout me al die emoties. Weet je, omdat je jezelf afgesneden hebt van je eigen emoties. En dan kan je dus ook niet meevoelen. En ja, dat vind ik wel apart. In traumaland zeggen ze, nou, als je echt narcist bent, hè, dan ben je niet genezen. En dan zijn er bepaalde dingen in je hersenen die zijn verstoord. Die bepaalde synapsen die verbinden niet, weet ik veel. Kijk, ik ben te lang uit de medische wereld om dat goed te kunnen verwoorden. Maar er zit iets in mij die zegt, luister, ooit hebben we dit gecreëerd. Ooit hebben we van generatie op generatie dingen doorgegeven, waardoor bepaalde verbindingen zijn gestopt. En dat heeft heel veel te maken met emoties, met angsten die niet geuit konden worden, emoties die niet geuit konden worden, dingen die niet verwerkt konden worden. En dan denk ik, wat ooit gecreëerd is, kunnen we ook weer discreëren. En ik geloof echt dat we massaal in het collectief, nu het vrouwelijke zich weer opent, hè, en nu wij allemaal weer veel meer die verbindingen voelen, die onvoorwaardelijke liefde, mensen komen niet voor niets die tweelingzielen tegen. Dat is omdat we met een volwassen bewustzijn mogen gaan ervaren wat er ooit gebeurd is. En alsnog mogen doorvoelen, zodat het kan helen. En nou ja, en dat merk ik dus in mijn trauma-intensives, dat werkt. Hè? Als ik dus mij verbind met voorouders, bij wie er verschrikkelijke dingen zijn gebeurd, dat er dan een shift komt in het leven van de persoon tegenover mij in mijn praktijk. En ja, en zo denk ik ook wat we allemaal ooit uit balans hebben gebracht, kunnen we ook weer in balans brengen. En ja, daar gaat deze training over, om dat met elkaar
aan te gaan en te kijken van en hoe kunnen we dan helen. En het was heel mooi om te zien in die training toen die vrouwen dus hun werk hadden gedaan en toen de dochter, zeg maar, of de inbrenger haar angsten had afgelegd en in haar kracht ging staan, toen kon ik haar als man, als vader, voor het eerst echt zien. Toen dacht ik, wauw, jij bent mijn dochter. Wauw, wat een kracht. Ik heb je gemaakt en daar ben ik trots op. En dat is het enige waar ik trots op ben. Want ik heb mijn leven alleen maar verkloot. Weet je? Maar jij gaat het maken. Jij gaat het goed doen. Dat was een hele aparte ervaring. En ik voelde toen ook voor het eerst het verlangen naar verbinding als man. Met de mensen om me heen. En toen dacht ik, wauw, dit is gewoon een beginnetje. Dit is een opmaat naar die training. Zo voelt het dan voor mij. Hè? Dan denk ik, kan gewoon niet anders dan dat er gewoon een grote shift gaat gebeuren in die training. Kan gewoon niet anders. En ik ben niet voor niks nu een weekje hier. Om gewoon weer even in mijn eigen wereld op rust te komen, tot rust te komen. En weer in mijn eigen krachten. Dat gaat zo snel. Weet je, ik ben hier en pof. Ik ben meteen weer ontspannen. Het is zo fijn om meteen zo van dat ene, de uiterste van wow, ik ben helemaal shaky en akelig. En ik ben hier en alles valt van me af. En dat is het voordeel van al dat werk wat we hebben gedaan. En waar jij natuurlijk ook dagelijks mee bezig bent in jouw in wat jij neerzet in de wereld en ja, met jouw sexy soul tribe en ja, wat je allemaal doet. Dus ja, dat is, als je het pad van je ziel volgt, dat is gewoon zalig. Dat is gewoon heel fijn. Dus. Dus. Ja. Toen was ik stil. Toen was ik stil. Ja, een hele zang. Maar ja, ik kijk er wel uit. Benieuwd, het is een training waardoor ik vanuit het goddelijke ben opgeroepen om deze te organiseren. Dus dan denk ik, nou. Ik ben ook wel benieuwd, even om ook de mensen soort van te betrekken, wie er nu aan het kijken is. Ja, daar ben jij weer heel goed in. Als je durft, want het is natuurlijk een openbare livestream. En ik snap dat het misschien, dat je geen zin hebt om al je misère hier te delen. Maar misschien dat iemand gewoon even wil zeggen van of je dit herkent. Weet je, heftige drama, relatiedynamiek waarin je jezelf totaal verliest of waarin je de neiging hebt om de ander tot dader te maken en zelf slachtoffer juist rol meer herkent of herken je meer misschien wat meer de mannelijke rol is waarin de man tot dader wordt gemaakt en de man alles wordt verweten zonder dat die vrouw naar zichzelf kijkt. Dus ik ben benieuwd, als je meekijkt en je wil iets delen of je wil iets vragen, voel je welkom. En voor wie net is ingecheckt, ik ben dus even in gesprek met Leonie Linsen, relatietherapeut in ingewikkelde liefdesrelaties. En zij gaat volgende week, dus of volgend weekend, 21 september, training geven over het hele van de narcistische hond. En ik ga erbij zijn, omdat ik dus inderdaad, wat jij ook zegt, Leonie, voelde van de heftigheid ervan, maar ook de potentie van heling inderdaad. En het is zo'n collectief thema nu, wat nu speelt, dat er, ik heb er ook wel een paar posts over geschreven, dat er zoveel wordt gedeeld over die dynamiek van narcisme en HSP'er. En inderdaad, dat het heel erg gezien wordt van dader en slachtoffer, dus HSP'er, de hooggevoelige persoon, die elkaar aantrekken in romantische liefdesrelaties. En waar heel veel drama uit voorkomt. En dat inderdaad het heel erg gezien wordt als de narcist is de dader. En de hooggevoelige spirituele vrouwtje is het slachtoffer van zijn daderschap. En ik heb zelf daar ook ervaringen mee mogen maken in mijn leven. En ik voelde dus steeds van, fuck die shit. I'm not buying into that shit. Ik had één keer bijna een afspraak gemaakt met zo'n vrouwtje die dan van die video's maakt op YouTube van hoe je jezelf kan ontsnappen en bevrijden uit zijn gevaarlijke houtgreep. Zeg maar helemaal dat zo. Ach en wee, damsel in distress. Hoe kan ik gered worden van zijn gevaarlijke invloed? Maar ik voelde gewoon van, ja, het klopt gewoon niet. Tuurlijk doet hij misschien, doen mensen dingen die pijnlijk zijn. Maar hoe reageer ik daarop? Wie ben ik daarin? En waarom maak ik mijzelf tot slachtoffer hiervan? En hoe kan ik mezelf bevrijden hieruit? En een hele mooie manier om dat te doen is dus inderdaad ook in dat daderschap te kunnen stappen. En wat ik heel erg fijn vond is dat ik dus jouw artikelen daar ook over las. Dus het is ook heel erg iets wat in de lucht hangt of zo. Van oké, we mogen dit samen gaan shiften. En voor mij hangt het ook dus samen met de hele MeToo-beweging, waarin dat daderschap en slachtofferschap ook zo, die uitersten zo voelbaar worden. Dus toen ik jouw artikelen, Leonie, daarover las, voelde het voor mij echt zo als een verademing van hè. Eindelijk iemand die er iets over schrijft, dat makes sense, zeg maar. Dat resoneert in mijn hart van een grotere visie, een groter perspectief. En niet alleen maar
verwijten naar elkaar. Mannen, vrouwen verwijten naar elkaar. Narcisten en hooggevoeligen verwijten naar elkaar. Maar een groter perspectief van wat gebeurt er überhaupt collectief? Welke energieën zijn werkzaam? Welke archetypen zijn werkzaam? En hoe kunnen we onszelf een groter verhaal vertellen? En dat hele drama, een soort van lifting it up, zeg maar, naar een nieuw level. En wat jij dus ook schrijft, wat ik heel erg mooi vind, is inderdaad dat narcisme ook geheeld kan worden. We zijn allemaal gewoon gewonde mensen. We hebben allemaal onze trauma's en we hebben allemaal onze overlevingsmechanismen. We hebben allemaal onze schaduwstukken. En it's okay, zeg maar, dat oordeel ervan afhalen. Van dat de narcist fout is om wat hij doet. Nee, dus de narcist. Narcisme is ook gewoon een overlevingsmechanisme. En dus inderdaad, ik ook in mezelf dat aankijken van waar zijn de narcistische trekken in mij? Hoe heb ik narcistische overlevingsmechanismen? En daarom voelde ik me dus zo aangetrokken ook tot wat jij erover schrijft. En ook die training die je nu creëert. Want voor mij voelt dat echt als een veld, zeg maar, van energie en bewustzijn. En ik noem het altijd een poort. Dus als we een intentie hebben, als we een training hebben, dan mogen we samen, collectief, ergens doorheen bewegen. En toen ik zag dat jij die training ging geven en je daarover schreef, voelde ik zo'n aantrekkingskracht van, ik wil daarbij zijn, want ik voel het belang van die transformatie, die collectieve transformatie waar we nu in zitten, om uit het daderschap te stappen, uit het slachtofferschap te stappen, of eigenlijk, zoals jij in jouw opstellingen doet, juist erin te stappen, om eraan voorbij te kunnen gaan. Dus ik voel sterk inderdaad helemaal die energie van die training. En dat het echt een poort is om collectief doorheen te bewegen. Juist door helemaal in die persoonlijke pijn ook die te durven voelen en die te durven transformeren. Dus ik ben blij dat ik erbij mag zijn. En op die manier ook een bijdrage mag zijn van, zoals ik altijd zeg, alles voelen wat het te voelen valt. En het helemaal door mijn systeem heen te laten gaan. Van oké, hoe voelt het om dader te zijn? Hoe voelt het om narcist te zijn? Hoe voelt het om slachtoffer te zijn? En welke andere plekken letterlijk in dat opstellingenwerk kunnen we innemen om collectief die heling te creëren? Ja, weet je wat het is? Ik ben in mijn leven ondertussen zo vaak opnieuw geboren. Hè? Toen mijn broer stierf in 2011 en ik borstkanker kreeg. Toen ben ik opnieuw geboren in de lichtwereld. Ik had vroeger helemaal niets met engelen en de spirituele wereld. Ja, ik vond het allemaal maar wazig en zweverig gedoe. En ik dacht, ja, leven vindt hier plaats op aarde. En dan was er weer een paranormaalbeurs. En dacht, oh, dan gaan die zwevers weer, weet je. Ik had er echt een oordeel over. En toen stierf mijn broer en toen kreeg ik zelf borstkanker. En ik keek de angst voor de dood echt in de ogen. En ik raakte helemaal in paniek. En ja, daarna werd ik opnieuw geboren in de lichtwereld. En ja, ondertussen ben ik op zoveel verschillende manieren opnieuw geboren. En ik heb een keer een interview gehoord met een officieel gediagnosticeerde narcist. En die vertelde over hoe hij leeft en wat hij doet. Heel bewust. Hij is zich volkomen bewust van alles wat hij doet. Van het gaslighten, van de schuld altijd bij de ander leggen. En hij zegt, ik doe alles om mijn pijn te vermijden. Ik wil niet naar mijn pijn. En onze relatie stopt pas als de dood ons scheidt. En nou, voor de meesten in de reguliere therapie is dat dus oké, narcist is niet te genezen. Vergeet het maar, blijf uit zijn buurt. Weet je, je beschadigt jezelf niet. En ik denk, yes, tot de dood ons scheidt. En wat je dus ziet is dat heel veel narcisten op latere leeftijd zelfmoord plegen. Of als de spel, want ze zijn ook heel charmant en verspreiden ook op een bepaalde manier heel veel licht, weet je. En, maar als het is uitgewerkt, dan plegen ze zelfmoord. En dan denk ik, waarom zou een narcist zelfmoord moeten plegen om opnieuw te kunnen beginnen? Om opnieuw geboren te kunnen worden? Als ik opnieuw geboren kan worden, kan hij dat ook. En misschien durft hij dat niet, maar heeft hij daarom juist een groep vrouwen nodig om hem door die poort te leiden. Om dat samen te doen. Want ik weet ook die pijn, hè, van het slachtoffer en de dader. Dat zijn pijnen die zijn eigenlijk hetzelfde. Het is de schuld. Het is het gevoel van schaamte. Het is het gevoel van er niet willen zijn. Hè, niet willen bestaan. Oké, wij willen niet bestaan. Dus wij vertrekken helemaal in het hele universum. En ja, die narcist die wil niet bestaan. En die projecteert alles op het hele universum. Dus het zijn twee uitersten. En dan denk ik, als hij... Ik heb het nu even over een hij, maar goed, het kan natuurlijk ook een zij zijn. Maar over het algemeen denk ik dat er meer mannelijke narcisten zijn dan vrouwelijke narcisten. En als hij door die poort kan en zijn leven verandert van zwart-wit in kleur, wat wij nu ervaren, hè, leven
Dat is wat er gebeurt met zijn tweelingziel. Is dat je het leven gaat ervaren in kleur. Dat je in één keer denkt: wow, alles wordt zo intens. Alles wordt zo diep. Alles wordt zo. Ja, weet je. En emoties die houden ons niet meer gevangen. Emoties die kleuren ons leven. Ja, en als je hem dat kan geven. Ja, dan geloof ik echt dat de wereld echt kan veranderen. Ja, ik ben daar gewoon. Ik ontroerd als ik het zeg. Ik vind het ook. Het voelt een beetje als van ja, wie ben je dat jij denkt dat dat zo is? En alles in mij zegt gewoon dat het tijd is dat het verandert. Dat dit gewoon niet meer, weet je, want de pijn die we elkaar aandoen, die is ook zo intens. Dat is niet te harde, ja, je hart breekt, weet je. Je voelt echt die verscheuring in je hart, in je fysieke hart. Dat voel je gewoon. En tegelijkertijd ontstaat er ook zoveel liefde door. En liefde voor de mensheid, liefde voor elkaar, liefde voor alles. Ja. Ik denk als iedereen dat kan ervaren, dat de oorlog echt kan stoppen. Dat denk ik echt. Als je echt weet dat je verbonden bent op al die lagen, dan ben je niet meer in staat om een bom te gooien op een land waar mensen wonen. En ja, oorlog is zo ouderwets. En ik denk echt, ja, ik ben nu in mijn praktijk kom ik heel veel mensen tegen die ouders hebben die in het leger zaten of bij de politie zaten. Dus heel erg in die wereld waar macht heerst, waar dood en verderf heerst. En dan merk ik dat als ik dan weer ga verbinden met die ziel, dan merk ik echt gewoon de totale verwarring van ik word gedwongen om te moorden. Ik word gedwongen om te doden. Ik ben een man. Ik dood mannen. Maar dan dood ik mijzelf. Dus hoe kan je jezelf lief hebben? Hè? In wezen, in jouw hart. Dus dat hart kan alleen maar sluiten. Je kan alleen maar iemand doden met een gesloten hart. Ja, en als alle harten open zijn, dan verdwijnt oorlog. Dat is echt mijn diepste overtuiging. En daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Ja, wauw. Want mooi hoe je het ook inderdaad weer in dat grotere perspectief brengt van dit stukje, deze narcistische wond, heet, gaat ook over het helen natuurlijk van de wereld. En Ja, op ja. dat we allemaal die weg naar ons hart mogen maken. En ik voel ook inderdaad, wat jij zegt, meteen die geraaktheid en ontroering komen. En ik voel ook hoe spannend het is om dat hart te openen. En zoals Ja. mijn leraar Mark Goffney altijd zegt: The world is full of outrageous pain and the only answer is outrageous love. Maar zijn bereid voelen. Ja. En de tweede zin is trouwens: The world is full of outrageous beauty and the only answer is outrageous love. Dus dat is er ook. Maar zijn we bereid om de pijn van de wereld te voelen? Te beginnen met de pijn van onze geliefde of van de narcist, de pijn van de dader. Zijn we bereid om die pijn in ons hart toe te laten? En any sane person, zeg maar, zou zeggen: why? Waarom zou ik dat doen? En zeker vanuit het ego-bewustzijn is het van ik en mijn geluk. Als ik maar gelukkig ben, ik heel mijn eigen pijn en mijn eigen shit. Dus echt dat individualisme inderdaad. En dat denken in afgescheidenheid van als ik hier gelukkig ben en daar is oorlog, who gives a fuck? Maar hoe meer we wakker worden, hoe meer we ons bewust worden van dat alles inderdaad één groot organisme is, hoe meer we ook wat ik dan noem de bodhisattva worden, die niet door de poort van verlichting, zeg maar, gaat, zonder de rest van de mensheid. Dus als er nog één mens in pijn is, zijn we bereid om terug te gaan in die lemniscaat, terug te gaan naar de wereld en bij diegene te zitten die in pijn is en de pijn van die ander te voelen. Zolang er pijn is in de wereld, is er pijn in mij. En een van de, hoe noem je dat, vows, die we altijd in de trainingen met Daphne ook doen aan het eind, is de belofte dus van: I will not be written in the book of love without you. Dus zonder Ja. jou Ja. ik daar niet in. Ik hoef Nee, ik denk dat het niet ook. verlichting, ik hoef niet de extase, ik hoef niks zonder jou. Dus als er één persoon in pijn is, ben ik bereid om die pijn in mijn hart te voelen en door mij heen te laten komen en mijn aanwezigheid en liefde en presence en alles wat ik maar kan doen om daarbij te zijn en dat samen te houden en te helen. En ik vond jouw beeld, wat mij ook heel geraakt is, jouw beeld inderdaad van de narcist, maar de dader, zeg maar, degene die normaal altijd bevloekt wordt, zeg maar, met daderschap en met slecht. Of misschien zelfs de moordenaar, degene die, of Hitler bijvoorbeeld, dat nog heftiger maken. Maar die in de gevangenis gestopt wordt, of in de schaduw, of in de kelders, ook in onze binnenwereld, stoppen we dan
de moordenaar in mij of de haatdragende in mij in de kelder? En wat als we dat deel juist in het centrum mogen zetten, de donkerte in het centrum mogen zetten en daar, jij zei een cirkel van vrouwen, maar in elk geval die vrouwelijke bedding, die koesterende liefde daaromheen. Weet je, als diegene die in pijn is, die in daderschap vastzit, als die bereid is om die liefde te ontvangen, die bedding van het vrouwelijke te ontvangen, dan kan het genezen. Weet je, en durven we dat te geloven, dat zoals Ayahuasca tegen mij altijd, of de laatste keer vooral heel erg zei, want de grote moeder zei, all of the diseases can be healed, all of it can be healed. Dus ook alles waarvan we denken dat het ongeneeslijk is, of zoals dus narcisme, en in dat geval was het kanker die zich aan mij liet zien, als ongeneeslijk, die daarin ontvangen mocht worden. Dus, en dus ook de narcist, narcisme is ongeneeslijk, volgens de strategieën van het hoofd en de mind en het ego dat in afgescheidenheid denkt, is het ongeneeslijk, want het is nu zoals het is. Maar zijn we bereid om te geloven in iets veel groters? Maar denk ook in wat je dus voor een boodschap de wereld inzet. Weet je, als we dus, weet ik hoeveel honderden jaren psychologie en traumabegeleiding hebben gedaan op de manieren die we kenden, hè, vooral vanuit de cognitieve therapie. Ja. En we zeggen, ja, een narcist is niet te genezen. Als dat over je, als stel je, jij bent een narcist. Ja, meneer, de ziekte die jij hebt, die is niet te genezen. Nee, mevrouw, u heeft uitgezaaide kanker. U bent niet meer te genezen. Als je dat als waarheid aanneemt, dan gaat jouw lichaam ook reageren alsof het zo is. Ja. Maar als jij, ja, dat is wat ook, als jij van binnen voelt dat het niet waar is, dat het niet waar is wat er gezegd wordt, en je doet het op jouw eigen manier, en je gaat toch op zoek, weet je, dat is wat Einstein ook zei, de honderdduizenden manieren hebben we geprobeerd, maar die ene manier die wel werkt, hebben we nog niet gevonden. En ja, ik geloof echt dat we open mogen staan voor wonderen en voor boodschappen vanuit de andere wereld, vanuit vergeten krachten, dingen vanuit de oudheid. Weet je, als we onze moorden van vorige levens onder ogen kunnen zien, kunnen we ook reizen naar plekken en tempels waarop er heling plaatsvond van dingen. En dan kunnen we die krachten ook ophalen en die kunnen we ook gaan inzetten. En dat is, ja, wat ik voel als we met een aantal vrouwen samen zijn die technieken beheersen en die technieken aan het uitbreiden zijn, en dat zijn we met z'n allen aan het doen, ja, dan kan het niet anders dan dat er ook een verschuiving kan gaan plaatsvinden. Dat geloof ik gewoon. En ik ben in gesprek geweest met een narcist, die heeft mij gebeld afgelopen winter. Die wilde toen zelfmoord plegen en toen heb ik hem echt als man aangesproken. Want hij was een tweelingziel tegengekomen en helemaal in de shit. En hij was dakloos en weet ik het allemaal wat, terwijl hij van tevoren heel erg rijk was en gescheiden nu. En ik zei, ja, je moet jezelf bij je ballen grijpen. Je moet even je eigen man zijn, je eigen vader zijn. Want, weet je, niemand verdient de dood. Nou goed, uiteindelijk heeft hij geen zelfmoord gepleegd. En ik heb hem daarna nog een keer gesproken. En zijn wereld om zijn heen, die zegt van, ga weer gewoon je werk doen. Ga weer gewoon dat doen waar je goed in was, geld verdienen. En hij zegt, nee, ik wil helen, ik wil helen. En dan pas ga ik weer opnieuw de wereld in. Maar ik weet niet hoe ik moet helen. Wie kan me helpen, Leonie? Ik voel dat jij me kan helpen. Dus ik zeg van, nou ja, ik weet dat ik een training ga organiseren. Het is nu nog niet, want ik heb nog geen informatie. Ik zeg maar, zodra ik het weet, zal ik je bellen. En ik heb hem vorige week gebeld en toen zat hij in het buitenland. En hij zei, ik hoop dat je hem nog een keer gaat geven. Want ik ga het echt met je doen. En mijn tweelingziel en ik hebben echt elkaar beloofd dat we elkaar niet in de steek gaan laten. Dat we hier samen uit gaan komen. Nou ja, ik ben daar gewoon, ja, heel nieuwsgierig naar, hè, hoe we dit samen kunnen doen. Ik weet niet hoe, maar ik ben wel heel nieuwsgierig. En ik geloof echt dat er gewoon nieuwe mogelijkheden op ons liggen te wachten. De sterren staan anders dan 30 jaar geleden, dan 50 jaar geleden. We hebben meer kennis en ervaring. En sommige kennis en ervaring kunnen we ook uithalen uit het collectieve onbewuste. We kunnen contact leggen met overledenen. Ik kan contact leggen met overledenen. De zielen die dienen zich aan om ons te helpen. Ja, en dan denk ik echt dat er gewoon iets heel moois kan gebeuren. Ja. En ook omdat, kijk, we doen deze training met drie, vier vrouwen. En met de deelnemers. En iedere deelnemer heeft ook een eigen kracht, weet je. En daar mag ook ruimte voor zijn. Ja. En nou, als je een olifant hebt en jij staat bij de slurf, dan denk je dat een olifant iets is wat lang is en wat spuit. En als je bij zijn kont staat, dan zeg je, nee, een olifant is iets wat stinkt, want er komt scheidtijd. Weet je, sta je bij die poten, zeg je, nee, een olifant is gevaarlijk, want die gaat op mijn voet staan.
En allemaal hebben we gelijk, want we kijken allemaal naar een stukje van die olifant. En zo kunnen we ook met z'n allen kijken naar hoe kunnen we dingen helen. En wat kan ik inbrengen? En wat is mijn wijsheid? En kunnen we elkaars wijsheid gebruiken in plaats van te denken, ik ben Leonie Linssen, ik weet het allerbeste. Nee, op sommige momenten weet ik het niet, want iemand anders heeft daar net weer even een andere ervaring of meer ervaring of belicht het vanuit een andere hoek. En die krachten wil ik ook laten zien in de training. Dat we elkaars krachten gebruiken. Ja, mooi. Ja, en mooi ook dat het ook echt inderdaad een uitnodiging is voor de narcist. Dus het is een uitnodiging voor de slachtoffers. Nee, dus de training gaat juist om het weghalen van dat onderscheid. Want er zijn allebei slachtoffer, allebei dader. Ja, narcisten maar zijn ook slachtoffer. Dus hun wond. Degene die zich identificeert met het narcisme, dat die juist ook uitgenodigd wordt om daar heling te ontvangen. Maar wat ik dan wel, je beschrijft net iemand die dan bereid is daartoe. Maar wat ik wel spannend vind is dat degene die een overlevingsstrategie, mechanisme van narcisme heeft, is vaak niet bereid om heling te ontvangen. Of is daarvoor, als die wond zo diep is, dan is er juist heel veel weerstand om die liefde te laten. Dus om dan daar in het midden van, even symbolisch zeg maar, te gaan staan en liefde even te ontvangen, ja, dat is bijna gewoon niet te houden. Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik ook. Ik kan me heel goed voorstellen. Dus ik ben ook heel benieuwd, ja, hoe dat zal gaan. Ik denk dat het ook alleen maar kan als iemand al bepaalde dingen heeft aangegaan. Hè? Iemand die ook al veel heeft geprobeerd. Iemand die voelt van, ja, ik sta ook op het punt dat ik het niet meer anders kan. Ja. En ik sta op het punt dat ik denk van, nou, laat maar. Het leven hoeft mij niet meer. Ik trek het dus uit. Ja. En dat is ook het moment waarop de mooiste transformaties plaatsvinden, weet je. Ja, als je een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar ik denk, als je ook helemaal in de punt zit van dat nauwe, kan je er ook doorheen zakken en dan kan er ook iets nieuws gebeuren. En ja, ik heb ook gewerkt met mensen die depressief waren en zelfmoord wilden plegen. En dan zeg ik altijd, kijk, je staat in het midden van de tunnel en aan beide kanten is er licht. He, je kan naar de dood lopen en denken, oké, ik pleeg zelfmoord en ik ga dood. Of je loopt naar het leven, maar je moet een stap zetten in de richting van het licht. En als je in het midden van die tunnel staat, ja, dan moet je eerst nog door heel veel donker. En dat is gewoon eng. Dat is gewoon eng. Ja. Ja, en het licht kan ook verblindend zijn. Dat je denkt, wow, hoe moet ik dat doen? Help, al dat voelen. Doe normaal, dat ga ik niet doen. En dat is dan ook weer het mooie van dat opstellingenwerk. Omdat je dan die emoties ook wat kan verdelen. En dat je dan ook dingen een beetje open kan maken. En je kan ook gesteund elkaar steunen. In fysiek steunen, emotioneel steunen. Met de aanwezigheid, met de liefde, met de krachten die we bezitten. En ja, dat vind ik gewoon wel heel erg mooi. In die zin denk ik, ja, wauw. Ik heb een fantastisch vak. Ja, ja. Ja, dat is inderdaad waar ik ook echt naar uitkijk. Inderdaad, die magische heling die kan ontstaan in dat opstellingenwerk. Als ik me voorstel, ergens hebben we ook niet per se de narcist nodig. Want ik kan me voorstellen, er komt gewoon een plek daarvoor, een energetische plek. En als ik daar ga staan, kan ik al die pijn door me heen laten komen. En als het ware een soort van channelen, of hoe noem je het? Ja, ik noem het channelen, maar invoelen op hoe is het om in die daderrol te zijn en welke helende beweging is er nodig. Dus daar kijk ik ook echt heel erg naar uit. Echt, ja, zo magische tempelspace om samen positief te kijken van wat mag er bewegen dat er een stroom weer in mag komen. Ja. Ja. Wat ik ook wel gemerkt heb door mijn werk in daderrollen te stappen. Weet je, vaak word ik misselijk door dat te doen. En dan denk je, waarom zou ik mezelf misselijk maken? Doe normaal, je gaat gewoon iets leuks doen. Ja. Maar ik merk gewoon, je wordt misselijk van de vervorming van de kracht die ingezet wordt. De kracht en de schaduw, of de kracht heb je op een verkeerde manier aangewend. En dat maakt misselijk. Maar de oorspronkelijke kracht die eronder zit, van het creëren, van het manifesteren, die haal ik ermee terug. Dus door in de rol van een dader te kruipen, kan ik ook juist krachten terughalen. Verloren krachten terughalen, die ik als slachtoffer ervaren heb. En dat is de paradox en ook het grappige aan dit werk. Dat je denkt van, oh, Jezus, Linssen, wat doe je? Weet je, in de oude psychologie heet dat, god, daar hebben ze toch zo'n mooie term voor, dat je je te veel identificeert met de daders. Dat is toch zo'n ziektebeeld, ik weet niet hoe het heet. Ja, Stockholm, of niet? Nee. Ja, Stockholm-syndroom, ja. Maar ja, weet je, over 50 jaar dan lachen we erom dat we dat ooit een Stockholm-syndroom genoemd hebben. En dan zeggen we,
Nee, weet je, ja, zo keken we daar toen naar vanuit het ego-bewustzijn. Maar er is veel meer dan het ego-bewustzijn. En als je zelf heel veel werkt met energieën, ja, je kan zo goed voelen wat er gebeurt. Hè? En ook als jij met je onvoorwaardelijke liefde helemaal in die ander gaat zitten, ja, die ander heeft dan geen plek meer. Het enige wat hij kan doen is wegrennen. Dus het gaat ook over van hoe kan ik mijn energie en mijn liefde doseren en hoe kan ik in verbinding blijven met mezelf. Want als ik helemaal in die ander kruip, dan is er alleen maar leegte in mezelf. Dus ik mag ook leren om de energie bij mezelf te houden. En dan te kijken van hoe is het om jou te zien. Dus dat is ook weer een hele andere dynamiek. Maar als je vanuit die onvoorwaardelijke liefde, je ben je zo gewend om helemaal in die ander te kruipen. Ja, dan wordt het lastig. Check, check, check. Ik merk dat ik een beetje vol zit na 2 uur livestreamen. Je bent al hier langer bezig. Ja, en ik heb nog een afspraak zo, dus ik wil, vind het fijn om naar een afronding toe te gaan. Ja, helemaal goed. Wil jij nog iets afrondends zeggen? Nou ja. Afronden. We kunnen nog een liedje afronden natuurlijk. Kunnen we ook niet doen. Nou, ik zou zeggen, laten we gewoon even afronden. Als je interesse hebt in de training, kijk op liefdedelen.nl onder diensten. En dan, ik weet het niet meer. Ik zal straks onder de livestream wel een link zetten naar de Ja, training. dan maar ja. Het is misschien net zo gemakkelijk. Ja. En er is nog plek, we zijn nog maar met heel weinig mensen. Maar ik laat het hoe dan ook doorgaan. Ook al zijn we maar met 2 deelnemers, het kan me niet schelen. We gaan hier gewoon met z'n allen aan werken. Ik heb gemerkt, de laatste keer dat ik een training gaf, waren we maar met 3 deelnemers. En waren we met 4 vrouwen. En het was een ongelooflijke mooie gebeurtenis wat daar mocht gebeuren met ons 4 vrouwen. We kregen alle 4 een soort van wedergeboorte om echt helemaal onze eigen plek in te nemen. En ja, dat was echt zo prachtig. Dus ik ga er gewoon vanuit van wat we gaan doen dit weekend wordt sowieso prachtig. Of het nu 2 deelnemers zijn of de volledige 12. Want we gaan niet met zo'n hele grote groep werken. Want ik wil wel dat er echt ook aandacht is voor iedereen. Het is een training van 10 tot 4. De laatste middag gaan we een ademsessie doen. Die zal mijn collega Wies van Beek geven. En ik weet, ademen is echt zo belangrijk voor. Om jezelf goed te voelen. Want als we iets eng vinden, dan stoppen we met ademen. En dan raken we in paniek. En dan gaat ons reptiele brein met ons aan de haal. Dus nou ja, dat is gewoon super fijn om de training mee af te ronden. Dus ja, voel je welkom. Voor het geld hoef je het niet te laten. Het is €399. Dan weet ik dat dat heel veel geld kan zijn voor sommigen. Maar goed, voor wat normaal gesproken. Nou ja, dan zijn dat toch andere prijzen, laat ik het zo zeggen. Ja, en voel je welkom. Yay, awesome. Jee! Ik heb er heel veel Dus, zin in. om dit avontuur met ons aan te gaan, ja. Ja. Goed, dankjewel Oké. voor het delen. Ja, jij Dat was dankjewel voor je heel inspiratie. spannend. Het is altijd fijn om even tegen iemand echt te praten en iemand die vragen stelt. En ja, dat vind ik gewoon mooi. En dan inspireer jij me ook weer. En dat vind ik ook het mooie van co-creëren, dat je elkaar kan inspireren. Ja, Ja, ik geloof echt in en gezamenlijk jullie leiderschap. drie. Ja. Nice. Oké. Schatjes, Dag lieve fijne mensen. dag. Fijne Doei. zondag. Doei doei.